Everybody's talking about the breakdown. Yo, beste kijkers van Gamen met Floske. Ik ben Floske met een nieuwe aflevering van Clash of Clans Clan Replays. Dus hier een aanval van Toomasia. En die zat toen nog niet in New Unity toen hij die aanval deed. Maar dat maakt niet uit. Nu, toen hij dat deelde, zat hij wel in New Unity. Ik denk niet dat hij nu nog in New Unity zit. Ik kan me niet herinneren. Of nee, ik denk niet dat hij nog voorlopig in New Unity zit. Want deze herhalingen zijn echt al een tijdje geleden opgenomen. Echt wel al een tijdje. 2 maanden. Ja. Die oude goede tijden. Neem maar even serieus. Het is redelijk lang geleden, maar dat maakt niet uit. De gameplay is niet echt verouderd, omdat er nog geen update intussen is geweest. Dus er is redelijk wat loot, 200.000 elk. Hier begint hij het eerste elixir te stelen, namelijk 1322. Lekker veel, maar nee, eigenlijk totaal niet. Maar dat komt nog wel, want hij gebruikt de Giant Healer strategie. Reuze level 6, healers level 5. 4 bedoel ik, 5 bestaat nog niet. Dus healers level 5. Perfect. Kijken hoe ver dat die komt. Daar is 1 luchtafweer die straks eventueel de healers zou dood kunnen schieten. Daar begint hij al. Dus kom op, reuze. Vernietig het. Vernietig de luchtafweer. En, oh, net op tijd. En hij is safe met de reuze. Daar een woedespreuk voor de barbarenkoning. Die daar de kluizen. En, oh nee, geen woedespreuk. Het leek een woedespreuk, maar het is de kracht van de barbarenkoning. En dit ziet er een 100% uit, als je het mij vraagt. 2 secondes en bam, 100%, 200.000 loot elk. Lekker chill, laten we doorgaan naar de volgende. En dat is dan deze van Jojo. Kijk hoe dat dit aanpakt. Giant, dus reuzen, healers en wizards. Allemaal in de pocket, allemaal bij de partij. En van de partij moet ik zeggen om het correct Nederlands te houden. Maar ja, wie wil nu correct Nederlands praten? Als je ook gewoon je eigen taal kunt maken. Hier, dus de reuzen gaan niet binnen in de base door die stomme Tesla. En beslissen ook niet om terug te gaan naar het gat in de muur waar die muurbrekers hadden gemaakt. Maar gelukkig gaan ze hier terug de base binnen gaan met ook de wizards. Die worden geheeld door de 2 healers. Daar zit hij ook in het centrumstukje met de reuzen. De wizards maken het stadshuis meteen kapot. Of moet ik tovenaars zeggen? Of voor de mensen die niet weten. Tovenaars in het Engels is wizards. Dus ik vind gewoon Engels veel beter klinken. En de Clash of Clans video's die ik kijk zijn eigenlijk ook meestal in Engels. Dus ik ben gewoon een wizards te zeggen. Dus als je dat niet leuk vindt. Pech voor jou. Ik zeg gewoon wizard. Dus daar, die reuzen gaan daar naar het laatste deeltje met wapens. Daar vliegen er een paar weg. Dat is jammer, maar daar is nog 1 Tesla. Krijgen ze de Tesla? Ja, de Tesla is genomen. Oh, er blijkt nog 1 verdedigingswapen daaronder te zitten. Een tovenaarstoren. En dat zeg ik dan weer wel. Dat vind ik raar. Ik zeg wizards zelf. Van ja... soms zeg ik tovenaar, maar meestal zeg ik gewoon wizard. Maar ik zeg geen wizard toren, ik zeg gewoon tovenaarstoren. Dat is best wel raar. Dus hier nog een klein beetje zijgebouwen. Eigenlijk niet zinvol om naar te gaan kijken. Hey, toen was ik nog stadsers level 9. Ja, eigenlijk is het wel verouderd. Want ik ben nu stadsers level 10. Maar de gameplay is gewoon hetzelfde. Hier een aanval van Axel op deze Tiki 421 van Bravehearts. Hij valt aan met ballonnen level 6, minions level 5. Kijken hoe dat hij het aanpakt. Hij zet ze allemaal op 1 rij. Er zijn 2 technieken om aan te vallen met ballonnen. Of je zet ze allemaal op 1 rij, of je valt 1 stukje per stukje aan. Ik zelf val liever zoals hij aanvalt in 1 rij. Maar het hangt ook af van welk stadshuis je aanvalt. Als je bijvoorbeeld met ballonnen stadshuis level 9 aanvalt... Of een status level 8 of lager, weet je. Dan ga je gewoon beast mode binnen met allemaal op rij. Maar status level 10 moet je toch al iets slimmer aanpakken. En rustig even doordenken van... Oké, daar is een luchtafweer, daar is een boogschuttenstoren. Daar moet ik even een ballon zetten. Of een paar ballonnen zonder woedespreuk. Daar moet ik er met woedespreuk. Dit zie je, het is eigenlijk Clash of Clans is nog moeilijker dan dat je denkt.
Maar gelukkig heb je hier die minions, die gaan naar het stadhuis. Maar er zitten wel twee luchtafweren die erop schieten. Dus krijgt hij het stadhuis. Het ziet er naar uit van niet, maar boogschutterskoningin en barbarenkoning worden hier dus nu ingezet. Er komen daar nog 4 van die stomme skeletjes uit. En nog 12 seconden. Het ziet er niet naar uit dat hij het krijgt. Oh, hij krijgt het wel nog. Wow, ik had niet gezien dat er nog zo weinig levens waren in het van het stadhuis. Dus dat was lekker episch. Hier gaan we door naar de volgende herhaling van Perfect 10. Of nee? Nee, ja, het is een volgende aanval van Perfect 10. Maar de verdediger is Rensboy van New Unity. Laten we kijken of Perfect 10 wel zo perfect is als hij beweert. Hier valt hij aan met reuzen langs de rechterkant en ook reuzen langs de linkerkant. Wat ik persoonlijk totaal niet had gedaan. Wel, als je 2 healers hebt, dan kon je het gedaan hebben. Maar waarom zet je daar 5 reuzen als je weet dat die ten dode zijn opgeschreven? Je hebt daar een healer. Je hebt daar een healer en je verprust het. Nee, maar even serieus. Je moet reuzen allemaal te samen zetten als je met 1 healer aanvalt. Als je met 2 healers aanvalt, dan kun je zelf misschien 2 groepjes gebruiken. Dan nog is het niet zo slim. Beter 1 groot team dan verschillende zwakke teams. Dat is niet zo goed. Hier, 39%. Dat zijn zijn laatste troepen die ervoor gaan, die binnenkort dood zijn. 10%. 10 seconden, daar nog een paar troepen. Nee, dit gaat hem niet lukken. Perfect 10. Stop met liegen. Je bent niet zo perfect als je beweert. Niet liegen in je naam. Maar even een dikke shout-out naar New Unity. Jullie zijn echt super toffe klangenoten. Rensboy heeft 800 gedoneerd. Dus wordt hierbij ook gepromoveerd naar oudste. Binnenkort gaat er donation run zijn. Dus mensen, even, het is een aankondiging. Binnenkort is er donation run in New Unity. Ik zie dat er aflevering hier gedaan is. Dus ik zal wel iets in beeld laten komen. Ploep. Oh, er komt iets in beeld. Nee, maar er komt donation run. Wat houdt dat in? New Unity gaat een soort van, je gaat zoveel mogelijk moeten doneren. Dus maandag begint een nieuw seizoen. Vanaf dan is er donation run. Dan moet je zoveel mogelijk doneren als je maar kunt. Tot het einde van het seizoen. Diegene die dan het meest heeft gedoneerd, die wint de donation run. En ja, wat heb jij daaraan? Waarom zou ik dat nu vertellen? Nou, dat zal ik even uitleggen. De clan zal op open voor iedereen staan. Vanaf 0 trofeeën waarschijnlijk. En je gaat gewoon kunnen joinen, troepen vragen en weer gelieven. Als je niet lief, word je natuurlijk gekickt. Nog even herhalen de clanreglementen als je wilt blijven. Level 85 plus is New Unity, dus de hoofdclan. Maar we hebben nu ook een feeder voor de mensen die lager dan level 85 zijn. Maar je moet, dus we hebben de feeder Second Unity. Wil je daar naartoe gaan, moet je level 65 of hoger zijn. Voor de mensen die onder level 65 zijn, hebben we nog niet echt een clan. Misschien komt dat er ooit wel eens. Maar dat komt er alleen als Second Unity ook helemaal vol zit. En echt vol zit. Dus niet 35 leden. Dat is er niet vol. En het is ook moeilijk om 3 clans te controleren. Dus dat zien we wel. Maar mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Clary Plays. Ik vond het heel erg tof om deze video voor jullie te maken. Hopelijk vonden jullie het tof om deze te kijken. Zo ja, laat dan zeker even een blauw duimpje achter. Abonneer ook als je dat nog niet hebt gedaan. We komen steeds dichter bij de 1000 abonnees. We zitten namelijk momenteel op de 885. Dus echt dikke shout-out naar jullie kijkers. Bedankt voor de steun. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Laters.